Vervolgens spraken wij met enkele personeelsleden van Zon Thuiszorg en zij vertellen wat het effect is allemaal van het laten uitbetalen. Vandaar dat ze dan ook allen een oproep doen aan het ministerie van Financiën om er gauw werk hiervan te maken. Sunny Rambali legde de volgende beelden vast. Ik ben zuster Mettendaf. Ik zit in de thuiszorg en ik werk jaren voor dit bedrijf. Zonzorg. Zon Thuiszorg. Ik praat niet alleen namens mij, maar ik praat voor alle zusters die werken. De bigisma taki ifa wang efiri, dan allemaal efiri. En we voelen het allemaal wat er nu gebeurt. En ik doe het namens alle zusters die werken in het veld. Ja, en dit gebeurt wel eens vaker, begrijpen we van directeur Gemert. Maar wat motiveert jullie nog dan om het werk te blijven doen? Als je zo kijkt, zijn het mensen die bedliederig zijn, mensen die niet kunnen lopen, mensen in een rolstoel. En we zijn allemaal mensen. Vandaag ben je zo, maar morgen weet je niet hoe je bent. Dus ja, soms ga je zeggen, je gaat niet, misschien omdat je geen busgeld hebt. Maar je doet toch moeite om toch te gaan, om die mensen niet in een plas en een poep te laten. Anderen hebben wond. Dus als je een mens bent met gevoel, dan ga je wel, ja. De mensen zijn dus sterk afhankelijk van jullie. Ja, ja. Echt waar, ja. En dat stukje verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid. We hebben op ons genomen om die mensen dan te verzorgen. Dus thuis. Het zijn mensen die thuis zijn. Weet je, ze zijn niet in een bejaardentehuis. Ze zijn thuis. Dus wij gaan thuis bij die mensen. En wij reizen met de bus. En je loopt ook in de zon. Soms alleen ik kom, weet je. Dus ja, maar we gaan toch. Maar je hebt daarnaast ook je maandelijkse verplichtingen. Ja, natuurlijk. En als je weet, alles is duur geworden. Alles aan dieri. Alice dieri, alles aan dieri. En als wij geen geld hebben, hoe reizen we met de bus? En hoe kopen we dan eten om te gaan werken bij die mensen? Want je kan niet van die mensen verwachten dat ze ons geld gaan geven. Of dat ze ons brood gaan geven. Dat is het werk niet. Wij gaan naar binnen om het werk te doen en daarna gaan we weg. Had u een oproep? Ik heb wel een oproep, ja. Naar wie? Naar financiën. En dat is? En dat hij ons, of dat ze ons betalen. De minister van Financiën. Dat ze ons dan, dat ze naar ons denken. Wij die werken in de thuiszorg. Dat ze ons naar ons denken en ja, we hebben het nodig. Mensen hebben kinderen die naar school gaan. Trouwens moet pay schoolbus, trouwens moet pay juru osso. Weet je, anderen betalen het niet, maar degene die het moet betalen. Denkt u aan ons, alsjeblieft. We zijn ook mensen. Want als het zo gaat, ja, dat uno mango roko. En dat zijn die mensen, dat blijven die mensen daar. Vooral mensen die geen mensen hebben om voor hun te zorgen. Want ze hebben wel kinderen, maar die kinderen gaan aan het werk. Dus wij die binnen gaan, wij zijn dan de kinderen die naar binnen gaan. En wanneer we weggaan, dan zijn we weer mensen. Maar als je naar binnen gaat, ga je met veel liefde, veel lof om die mensen te verzorgen. Dus mijn verzoek is, betaalt u ons elke maand, zodat we echt, op tijd ook, zodat we echt kunnen werken. Zodat we ook met plezier aan het werk kunnen gaan. Weet je, want het doet ons wel pijn hoor. Niet mij alleen, ik praat niet over mij alleen, ik praat over alle zusters die werken. U bent? Percy Carter. Ja, heer Percy, u bent ook hier werkzaam? Nee, ik ben niet werkzaam. Ik ben Kenneth ondersteunend. Okay. Al meer dan 40 jaar. Ja. Dus ik ben een onderdeel van Zon Thuiszorg. Ja, en als u dit dan hoort? Ik heb het al vaker gehoord, we hebben het al vaker meegemaakt. Dus ik ken de klappen van de zweep en het is erg. Dus ik zal toch een beroep willen doen op de minister van Financiën. Dat hij zijn uiterste best doet. Ik weet dat het ook moeilijk is voor de overheid, maar in de zorg, zoals meneer Gemert heeft gezegd, de holistische zorg, kunnen we niet laten verdampen, want daar zijn we nergens. Dus we zullen met z'n allen, waar het ook nodig is, en ook financiën in dit geval, ze hebben het helpen opzetten in het verleden, maar ze zullen ook de continuïteit moeten waarborgen. En ze zullen ook moeten denken dat al de verpleegkundigen, al de zorgmedewerkers, de ondersteunende taken die er zijn, ook een gezin hebben, ook inkomen moeten hebben. Kijk, alle ambtenaren krijgen eind van de maand hun geld op tijd.
Waarom zouden deze mensen in de zorg niet op tijd hun geld krijgen? Het is niet de eerste keer, het is al de zoveelste keer. Ik ben zelf naar sociale zaken geweest. Jaar in, ik kom, ik ga. Jaar in, ik kom, ik ga. En nu is dit, deze hoofdverpleegkundige, de zorg, oud-medewerker, heeft het op zich genomen om jullie te vragen hier te komen om niet een klacht in te dienen, maar om de overheid te laten merken van er is nog meer aan de hand. En stukjes bij beetje staan we rood, we gaan niet roder kunnen staan. Meneer Gemert zal het niet meer redden, maar hij gaat het redden, hij gaat de zorg verlenen. We gaan voor de mensen zorgen, maar vraag niet hoe. Dus ik hoop, en ik spreek de hoop echt uit, dat de minister van Financiën of de directeur van Financiën of de onderdirecteur of de medewerkers, dat ze ons op tijd zeggen wat misgaat, dat we het kunnen corrigeren. En als er niks misgaat, laat ze ons op tijd betalen. Meer vragen we niet. Wij gaan de zorg blijven leveren. We gaan voor de Surinaamse mens blijven zorgen. Uw naam? Ik ben zuster Dwarka Tjauber. Ja. Ik ben zorgcoördinator van Zon Thuiszorg. U heeft de salaris ook nog niet ontvangen? Nee, nog niet. Er werken... Je bent er toch nog aan het werk? Jawel, er werken een aantal zusters onder me, waarbij ik coördineer. Heeft u afmeldingen? Jawel, vele afmeldingen heb ik, waardoor ik ook even in een dilemma kom van, wat ga ik nu doen? Wie ga ik plaatsen? En wat heeft u dan gedaan om het toch draaiende te houden? Ik zoek invallers, ik praat veel met mijn zusters om toch een door te zetten om het bedrijf te ondersteunen zodat we niet uiteenvallen. Dus om het, laten we het in stand houden. Dus van hieruit wil ik een oproep doen op de minister, bij de ministerie van Financiën om ons uit te betalen. Zodat het bedrijf ook niet in gedrang komt. Zodat die zusters ook niet agressief worden. Maar vele zusters worden agressief, dit, dat, het zijn heel wat problemen. Dus ik doe echt van harte oproep, laat het ministerie van Financiën voor ons storten. En voor iemand die er heel lang bij zit, motivatie om het werk te doen is zeer belangrijk. Is zeer belangrijk, ja. Echt belangrijk. Anders ga je stress afreageren op je cliënten. Nee, dat mag niet gebeuren. Nee. Het mag helemaal niet gebeuren. Kijk, het zijn niet die mensen waar wij gaan verzorgen, hun schuld. Dus je gaat je boosheid of ja, agressiviteit, daar ga je het niet kunnen weghalen. Je gaat het misschien weghalen op de hoofdcoördinator of bij de directeur. Maar bij de mensen, ik zou de zusters dan wel willen vragen, of een verzoek doen aan ze. Ga niet boos op die mensen, want zij hebben geen schuld. Ga je werk met liefde doen. Want vandaag is het zo, Matamara Inosap Fayodi. Dus doe het niet, weet je. Laten we toch hopen en Meku Begi ook doe dat het goed gaat. Dat is mijn wens. En ik doe het niet voor mij alleen, ik zeg het nog steeds. Ik doe het voor alle zusters die werken.